maandenlang een protestbeweging leidt in de noordelijke regio van de Rif. En vooral in de stad Al Hoceima. Nasser Zefsafi, zo heet hij, klaagt vooral corruptie en onrecht aan en eist ook meer investeringen in de Berberse gebieden in het noorden. Het zijn vooral jongeren die nu al 3 avonden op rij op straat komen in Al Hoceima. Ze nemen het niet dat de politie de voorbije dagen heel wat demonstranten heeft opgepakt. Klaarblijkelijk zijn de autoriteiten harder gaan optreden tegen de protestbeweging. Een beweging die al maandenlang aan de gang is. Deze man is er het boegbeeld van, Nasser Zefsafi. Hier nog te zien op beelden van 10 dagen geleden. Zefsafi zou vrijdag een preek hebben verstoord in een moskee in Al Hoceima. Dat was voor de overheid aanleiding voor een arrestatiebevel. Nu zegt de regering dat hij is opgepakt. Het gaat om sociaal protest tegen werkloosheid en corruptie. Maar in de Rif is dat ook al gauw etnisch geladen. Hier wonen vooral Berbers en die voelen zich dikwijls miskend in Marokko. Er duiken in de demonstraties heel wat Berberse vlaggen en symbolen op.